leuk dat je kijkt naar rit 21 van deze Tour de France op de Exosan en dit is de laatste etappe. Welke sprinter heeft nog wat over naar 20 zware etappes? Dumoulin werd vierde in het eindklassement. Wat kan Matthews nog? Hij won één rit, kan hij nog een tweede rit pakken? De laatste kilometer. Via de rechterkant zetten we op. Welke sprinter is nog het snelst? We komen dichterbij, maar we gaan niet winnen. Sagan via rechts, maar de Colbrelli ook nog. Het is de renner van Katusha. Kittel pakt de rit. Dan gaan we nu over naar het klassement. Wie vond het klassement eigenlijk? En dat is Vincenzo Nibali. Hij pakte de klassement. Dat won hij gisteren in de tijdrit trouwens. En dan gaan we over naar de groene trui. En die was voor Viviani. Die reed niet echt de Tour, maar wel de Edux Tour. Daar reed hij wel mee. En Chavez was de winnaar van de bergtrui. Ook deelnemer van Edux Tour. Niet in echte Tour. En Latour was de beste jongere. Oké, bedankt voor het kijken. Tot volgende keer.